Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan wij weer eerst een lekkere commentary doen. Tijdje geleden een weekje niet geüpload en dat komt allemaal aan bod vandaag in deze video. Met nog wel natuurlijk een hele hoop andere dingetjes. Een tijdje geleden heb ik een video geüpload waarbij ik vertelde dat ik een huis gekocht had. Ontzettend gaaf, heel erg leuk, brengt heel veel dingen met zich mee. Zoveel dingen dat ik eigenlijk de afgelopen week zo ontzettend druk ben geweest. Als je een huis koopt, dan zit daar flink wat tijd aan verbonden. En dat is helemaal niet erg, want dat is gaaf. Wat je uiteindelijk tevoorschijn krijgt, dat is het absoluut waard. Maar het is best lastig. Ik ben ingegaan op een bod, heb een huis gekocht, het bod was geaccepteerd. Daarna meteen een afspraak gemaakt met de hypotheker, met de hypotheekadviseur om het goed te zeggen. En dan ga je zitten, ga je babbelen en dan ga je eigenlijk, gaat hij eventjes vertellen wat je allemaal nodig hebt, wat er allemaal gedaan moet worden, wat ik allemaal moet doen, wat mijn vrouw allemaal moet doen om uiteindelijk die hypotheek tevoorschijn te laten komen, zodat dat allemaal goed gaat. Nou, daar zijn we dus meteen mee aan de gang gegaan. We hebben afspraken gemaakt, we hebben papieren de opdracht gegeven om naar ons toe te komen vliegen. Ik heb papieren gezocht, ik heb alles gebundeld, alles verzameld, alles in een heel mooi pakketje. En dan zit je eigenlijk en dan denk je, what the fuck zijn dit veel papieren. Echt, dat is niet normaal. Je moet echt letterlijk, ja, verzin het of je moet het hebben. Van je pensioen tot aan je salarisstrook tot aan hoe heb je bepaalde dingen geregeld. Hoe heb je bepaalde dingen die jij nu al financiert, zeg maar, geregeld. Alles moet aan bod komen, alles moet naar voren komen. Sta je rood, moet je dat uitschakelen, dat soort dingen allemaal. Of niet sta je rood, maar als je rood kan staan. Zoals ik kan gewoon zoveel euro rood staan op mijn bank. Dat is gewoon op het moment als jij een huis hebt en dergelijke. Dan kan dat best wel heel relaxed zijn. Dat je soms eventjes 100 euro even in het rood kan, dan komt het volgende maand komt het wel weer goed. Maar dat is eventjes wat ademhalen. En niet dat ik dat altijd nodig heb, maar dat maakt niet uit. Dat terzijde. Maar dat moet uitgeschakeld zijn, want anders zegt de bank, ja, maar zus en zo, en dat wordt dan weer meegerekend. Hartstikke leuk allemaal. Er zitten dus heel veel voeten in de aarde. En daar zijn we mee bezig geweest. We hebben afspraken gemaakt vorige week en die week daarvoor voornamelijk heel veel mee bezig geweest, waardoor ik gewoon eigenlijk geen tijd had om video's te maken. Ook heb ik een nieuwe keuken nodig. Ik heb een nieuwe vloer nodig. Ik heb, wat ga ik met de muren doen? Hoe ga ik de loodgieter om de keuken zo om te bouwen, zodat straks die keuken erin kan? Dat soort dingen, dat is allemaal, daar zit gewoon veel tijd in. Ik snap dat jullie het snappen. Dat is leuk, hè? Ik snap dat jullie het snappen. Nee, ik heb al van veel mensen gehoord van, we begrijpen het, geen probleem. Maar toch, je mist eventjes af en toe even dat moment om eventjes weer een video te maken. Even die commentary, zoals ik nu doe. Ik heb het echt even gemist. En dat geeft niet. Dat is alleen maar een goed teken, want ik ben ook nog lang niet weg. Don't worry, als je denkt, Gio, waar ben je in een week geweest? Dit is dus de reden geweest. Ik ga niet zomaar weg of iets dergelijks. Maar dat betekent dat ik in de komende tijd ook hier wat rustiger mee aan de gang ga. Want niet alleen dat, op het moment als ik 's avonds tijd heb, dan zit ik 's avonds vaak met een aantal mensen in een call. En in die call zijn we een heleboel dingen aan het bespreken. Wat ontzettend gaaf is, dat ga ik niet uitbreiden, dat komt later nog wel aan bod. Als je mij volgt op Twitter, dan zul je hier en daar wel wat dingetjes zien. En ook als je Paul volgt, als je Vis volgt en nog een aantal andere mensen volgt, dan zul je hier en daar wel wat hints krijgen. Hartstikke leuk, hyped ben ik sowieso, hyped zijn wij allemaal zo. En jullie gaan dat ook vanzelf wel worden. Lekker, hè, een beetje zo in geheimtaal praten. Maar dat is dus eigenlijk wat er de afgelopen tijd is gebeurd. En nu heb ik lekker een dagje vrij gehad. Ik ben vandaag ook weer met heel veel dingen bezig geweest. Maar nu had ik zoiets van, ik ga nu even tijd vrijmaken, eventjes de tijd nemen om een video te maken. En eventjes gewoon lekker even met jullie te lullen over van alles en nog wat. Dat doen we natuurlijk altijd met lekker Black Ops 3 op de achtergrond. Heerlijk, ik heb er zoveel zin in. Het is anderhalve week nog. En dan komt hij uit. En het klinkt heel stom. Maar ik heb in de afgelopen jaren heb ik altijd zin gehad in Call of Duty. En zoveel zin dat ik echt gewoon hyped was over de game. En dacht van, fuck je, yeah, hij komt eraan. Nu kunnen we eindelijk die ene kut Call of Duty afsluiten. En we gaan door naar de volgende. En dit jaar heb ik zin in Call of Duty. Maar ik ben niet zo gehyped dat ik denk van, zoals de vorige keren. Waarom niet? En het komt gewoon simpelweg omdat we twee Call of Duty's hebben gehad die gewoon net eventjes wat minder goed waren dan de rest. Dus dat is wel een nadeel. We hebben de game ook al gespeeld, dus we weten hoe die eruit gaat zien. Wel ontzettend leuk natuurlijk.
Maar we gaan gewoon zien hoe het straks komt. Maar als je dan verder kijkt naar dit jaar, en dat is wel iets waar ik wel heel veel zin in heb. Op dit moment speel ik FIFA. Voornamelijk. Als ik eventjes speel, gooi ik FIFA aan. Super Meat Boy kan je gratis downloaden in de PlayStation Store. Speel ik Super Meat Boy een beetje. En dat is het een beetje. Ik heb de rest heb ik wel gezien. Call of Duty heb ik wel gezien. Het is wel oké. Maar nu komt er zo meteen in november komt natuurlijk Call of Duty uit. Je hebt straks Star Wars Battlefront. Daar heb ik zo mega veel zin in. Echt niet normaal. Als sowieso is de game ziet er gewoon heel goed uit. Speelt hij heel erg lekker. Ik heb de beta ook gespeeld. Of de demo of de beta of hoe je het ook noemen wil. Heb ik gespeeld. Die ziet er cool uit. Maar ook gewoon uit het oogpunt van een Star Wars fan. Ik ben zoals velen van jullie wel weten, ben ik best wel Star Wars fan. En het gaat niet zo ver dat ik een Wookiee pak aantrek en dat ik over de straat heen loop bij als de nieuwe Star Wars film er straks uit is. Of dat ik een Jedi rope, dat was mijn telefoon, een Jedi rope aandoe en dat ik met een lightsaber door de straat heen ga. Dat gaat nou net even iets te ver. Dat doe ik nou nog niet, maar ik ben wel heel erg fan van Star Wars. Dus hoe die game zo meteen gaat worden, zeg maar, uit het oogpunt van hoe is het in canon van de films. En canon betekent hoe loopt het in de lijn van de films zoals die ook daadwerkelijk in het echt zijn. Dus geen fanfiction, geen expanded universe, extended universe die niet meeloopt in de verhaal. Maar deze game die gaat wel echt, dat bedoel ik met Star Wars, kan ik erover praten, hartstikke leuk. Maar ja, dit is dus een beetje hoe het is gegaan de afgelopen tijd. Ik heb heel veel over nagedacht van, zal ik dingen gaan vloggen? Alleen wat is het nadeel van iemand die niet vlogt of weinig vlogt, is dat ik vaak vergeet om te vloggen. Ja, zo simpel is het. Heel eerlijk gezegd, het is voor mij is het enorm wennen op het moment als ik mijn camera of mijn telefoon tevoorschijn pak en mezelf ga vloggen in een openbare ruimte. Vind ik gewoon niet echt de meest makkelijke ding om te doen. Ben ik heel eerlijk in, ik ben zo gek als een deur af en toe en zit ik in een familiar omgeving, dan prima, geen probleem. Maar op het moment als ik gewoon over straat loop of als ik bij een keukenboer zit om dan echt met mijn camera rond te lopen, dat heel eerlijk gezegd, it's not yet my cup of tea. Misschien dat het ooit gaat worden, misschien wel, misschien niet. Dus ik heb wel over nagedacht van zal ik bepaalde dingen gaan vloggen, maar ik vergeet het zo nu en dan. Op het moment als ik straks de sleutel van mijn huis heb en als dat hypotheek allemaal rond is, want dat is nou heel erg leuk, want ik heb heel veel papieren, we hebben nu gegeven. Nu is het gewoon simpelweg voor mij eventjes op dat punt wachten totdat de hypotheek rond is. Dus de bank die moet nu zijn berekeningen gaan doen met zijn computer en weet ik het allemaal. Die moet alles nagekijken en weet ik het allemaal. Er zit enorm veel tijd achter. De hypotheker, of mijn hypotheekadviseur, die moet nog van alles en nog wat gaan doen. Voor mij is dat punt is het eventjes gesloten totdat ik straks een handtekening mag zetten en dat het helemaal rond is. Maar op het moment als dat rond is en ik mijn sleutel krijg, dan ga ik jullie meenemen in mijn huisje. Ga ik eventjes een tour doen. Laat ik zien hoe ontzettend vet is. En waar mijn setup komt te staan, jongens, dat is echt heel gaaf. Dat kan ik je nu al vertellen. Op het moment als ik straks aan het gamen ben en je kijkt achteruit mijn raam in, dan zie je gewoon water, strand. Nou, ik denk niet dat je het strandje net kan zien. Ik denk wel dat je het water kan zien en misschien zelfs in de verte kan je al meren zien liggen. Dus dat is ook wel leuk. Dus dat zal hartstikke gaaf zijn zometeen. Dat neem ik jullie allemaal mee naartoe. Op het moment als ik dus weer een paar dagen niet upload, don't worries. Dat komt allemaal goed. Alleen is dus dat mijn tijd eventjes zo verdeeld is dat ik werk, dat ik bezig ben met mijn nieuwe huis en dat ik dus eigenlijk YouTube een klein beetje eventjes op de achtergrond zet, omdat dat nu het minst belangrijke is. En ja, jullie zijn heel belangrijk voor me. Ik vind video's maken heel belangrijk, maar ik verdien mijn brood niet mee. Laat staan dat ik überhaupt een snoepje ermee kan kopen. Dat lukt niet eens. Dus dan gaat dat eventjes een stukje op de achtergrond, zodat ik eerst de andere dingen kan doen. Zo, dat was weer een commentary. Ik heb weer een hoop geluld. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb 2800 subs nu eindelijk. Pakje, we komen weer richting die 3000. Misschien dat we het wel aan het einde van het jaar redden. Dat zou heel tof zijn. Veel mensen die komen ook vanwege FIFA. Dus dat is heel gaaf. FIFA blijft ook gewoon steeds rustig komen. En we gaan het allemaal zien waar het komende jaar ons ook heen gaat brengen. Super cool. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Laat dan eventjes een like achter op deze video. Als we over de 50 likes heen kunnen, dan zou het echt uber vet zijn. Dan ben ik ontzettend blij. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt en je bent benieuwd naar wat er allemaal gaat komen. En dan ga ik jullie zien bij een volgende video en ik zeg bye bye.